Het is de bedoeling dat alle straten zijn uitgenodigd om iets te organiseren en dat we het stokje aan elkaar doorgeven. Ik vind het belangrijk dat we dit straatfeest organiseren, zodat de kinderen er lol van kunnen hebben. Dat ze lekker kunnen springen, spelen, geen zorgen hebben en vooral heel erg gaan genieten. De buitenspeel-estafette is onderdeel van een programma van de gemeente uitgevoerd door Op Zomer Mee. Verschillende wijken in Rotterdam doen mee aan dit programma. En verschillende straten organiseren een buitenspeeldag in hun straat. Nou jongens, dit zijn de spelletjeskaarten. Alle spelletjes kunnen jullie doen. En als je 5 spelletjes hebt gehad, mag je een prijsje uitzoeken vanmiddag. Aan het einde van zo'n buitenspeeldag wordt het stokje overgedragen aan de volgende straat, waardoor het een echte estafette is. Hey, het opzomerstokje. Dank jullie. Ik vind dit heel leuk. Het sowieso, toen ik binnenkwam zag ik iemand die ik al heel lang ken van de school met mijn kinderen. Maar dit brengt ons echt, het is, de bedoeling is dat gezinnen elkaar kunnen ontmoeten en dat is echt zo. Dat het gezond is en je dan gewoon lekker buiten bent. Omdat het gezonder is dan binnen zitten. Naast dat we meedoen aan de buitenspeel estafette, vinden we het ook heel belangrijk om aan de buurtbewoners zelf te vragen wat zij belangrijk vinden voor onze wijk. Ik wilde eigenlijk graag in het centrum blijven, maar dat is lastig, want ik kreeg een tweeling. Ja, de meerwaarde is echt dat je heel veel mensen uit je straat leert kennen, gesprekken hebt en ook van de dagen daarna, nog een week daarna, nog gewoon gedag zegt. Leuk, goede initiatieven en dat vond ik wel leuk, ja.